Zee is aanwezig bij de Delta Lloyd Regatta in Medemblik. Er doen 707 boten mee uit 53 verschillende landen. En zoals bijna altijd heeft de laser weer het grootste veld met 117 boten. Topzeilen TV gaat de zeilers volgen en hoopt natuurlijk op goede resultaten van de Nederlandse zeilers. Hier de 74 mannen, start van de eerste race van vandaag. Bij de bovenboei als vijfde rond, kernploegleden Sven en Kalle Koster die vandaag een 33e, 3e en 16e plaats hebben weten te bemachtigen. Het andere kernploegteam in de 74-klasse, Steven Lefevre en Steven Krol, 8e, 15e en 22e, staan nu 23e overall. Moeilijke dag. De eerste wedstrijd kwamen we er niet aan te pas, doordat we de winddraaiingen slecht konden lezen. Met een 33e plek. Tweede wedstrijd ging het beter. Maakten we alsnog wel wat foutjes, maar werden derde. En de laatste wedstrijd zaten we er weer vaak naast. En werden we 16. Wat is nog mogelijk voor morgen? Nou, ik heb niet zo heel goed gekeken. Maar volgens mij tot en met de tweede plek is zelfs nog mogelijk. Dus er is nog van alles mogelijk. Maar je moet gewoon morgen, als je morgen twee eentjes neerzet, dan sta je gewoon 2-0. In de laser radiaalklasse heerst Marit Bouwmeester al 3 dagen lang. Vandaag heeft ze een 5e, 1e en 2e positie gevaren. Oh, vandaag was ik eigenlijk wel super tevreden. Want het was voor de eerste keer weer harde wind. En we hadden al een hele tijd geen wind gehad. Dus het was wel even afwachten hoe dat zou gaan eigenlijk. Ga jij gewoon eerste worden hier? Ja, daar ga ik wel mijn best voor doen, ja. Is wel de missie. Sowieso. Bij de 74-klasse vrouwen ziet u Lisa Westerhof en Lopke Berghout in volle concentratie voor de eerste wedstrijd van vandaag. Hier de start van de dames 470, eerste race op de derde dag van de Delta Lloyd Regatta. Het andere team uit de kernploeg zijn Margriet Fokkema en Marieke Jongens. Ze zijn vandaag gezakt van een 8e naar een 15e positie. De 2.4-klasse heeft soms iets meer last van hoge golven en meer wind dan andere klassen. Zoals u hier ziet heeft de Italiaan een boot vol met water die momenteel leeggepompt moet worden. Thierry Smitter komt hier over de finish als eerste. Hij staat net als vorig jaar eerste overall. Thierry, hoe is het vandaag gegaan? Ja, dat was niet echt super dag. Het begon al. Toen ik uit de haven ging wilde ik mijn pak dicht doen. Een ritstuk. Maar jullie hebben wel lekker veel wedstrijden gevaren. Ja, 3 potjes in goede omstandigheden. Dat was, het weer was echt supergoed. Wat is jouw missie voor morgen? Ja, gewoon in de buurt van Damien blijven. En vooral als de wind net zo als vandaag is, goede klapjes maken. Morgen weer een nieuwe dag hier in Medemblik bij de Delta Lloyd Regatta.